Yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik een nieuwe serie hier op Shadowgames23. Vandaag gaat de Triple Survival van start. Oeh, samen met Jeroen. En ja, Jordi is moet dat nou? Dat rijmt ook nog. Dat rijmt. Maar in ieder geval, we gaan dus Triple Survival doen. Inderdaad. Ja. En we zijn gewoon neutraal naar elkaar. We mogen wel teamen. Maar ja, ik ga dat dus niet doen, want ik ben gewoon Minecraft Pro. Dus ja, maar goed, ieder voor zich. Deze boom is voor mij. Mijn boom. Maar ja, jullie mogen natuurlijk allemaal dingetjes... Wat ik pak dan? Ik kreeg er eentje. Lol, cats. Oké, dus eigenlijk is het dus iedereen voor zich. Ik ben... Ik ga mijn Kingdom Eduras weer opbouwen. Hahaha. Nee, dat doe ik niet. Even kijken. Pom, 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 pom. Maar ja, als jullie weten wat goed voor je is, dan blijven jullie heel veel bij mij uit de buurt. Groen en ik gaan tenminste nog aardig doen. Ik ben ook wel aardig, maar ik ben erg neutraal, dus. En ik maak het zo dat jullie mijn spullen niet kunnen stelen. Maar zullen we één ding afspreken? We mogen niet zomaar naar elkaar tp'en zonder toestemming van degene waar je naartoe wil tp'en, oké? Anders maakt het wel erg stom. Is gewoon naar elkaar toe tp'en, is dat het? Nee, maar bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld in je huis... Nee, je moet niet... Kijk, je kunt niet maar zo zeggen van ik tp even naar jou en dan tp naar diegene. Dan moet je gewoon eerst even vragen. En als hij zegt nee, dan is het ook gewoon nee, oké? Oké, ik ben niet al te bekend met alle nieuwe updates aangezien ik het echt al een hele lange tijd niet heb gespeeld. Ja, dus ik heb in principe helemaal niks te vrezen van hun, maar whatever. Dus, ja, nee, ik... Hoewel, ik faal nu wel om een zwaardje te craften, dus wat dat betreft. God, oh god. Zo, ik heb mijn eerste tools al, lekker. Iets meer doen aan mijn framerate. En een crafting bench heb ik al. First position, nee toch. Nou, geen wooden axe, dus geile world edit ook altijd. Jezus. Nou, Jezus, Ronald, ga niet zo praten dan. Ja, nou, sorry, ik. Dus gewoon, ik heb er nog vijf keer gehad in deze server van jou. Toen ik een wooden axe wou maken, ik word er gek van. Jongens. Ja, het is er. Niks. Nou, eens even wood afzamelen. Zo, nu kan ik tenminste iets. Even kijken. 42 wood, ja, dat is wel goed voor voorlopig. Nu eten zoeken. En een cave en al dat soort good shit. En jump en jawel. Hey, kijk, een koe, die is voor mij. Kom hier, ouwe bestje. I'm gonna kill you and I'm gonna eat you alive. Dankjewel, lekker. Num. Even kijken. Maar goed, ik heb zelf wel leuke plannen voor deze serie. Wat jullie, jongens? Wat, hè? Ik heb wel leuke plannen voor deze serie. Wat jullie? Dan? Ja, dat is staatsgeheim. Maar wat hebben jullie voor leuke plannen? Ik weet niet. Ik denk gewoon natuurlijk dingen uitvinden aangezien ik niks... Ik ga luisteren naar mijn kijkers, wat ze zeggen. Precies. Als jullie kijkers van mij... Ondertussen bedankt voor de 70 abonnees. En als jullie suggesties hebben voor wat ik moet bouwen, ik hoor ze graag. Ja, natuurlijk. Ja, zelf geldt voor mensen. Ik luister gewoon naar mijn kijkers. Videoreacties, altijd welkom. Maar het is ook eigenlijk wel leuk als alle kijkers mekaars perspectief gaan volgen. Want jullie kunnen dus Jeroens perspectief zien, mijn perspectief en Jordi's perspectief. Dus dat maakt het dan een stuk leuker, denk ik. Bedankt voor de 1000 abonnees. Ja, bedankt voor bijna de 300 abonnees. Bijna. Ik moet er nog, wat is 20 of zo? Wat is dit met die X? First position set 2. Ja, dat is die stomme world edit. Zei het toch? Oh ja, daar ben ik niet bekend mee. Sorry. Okay. Jongens, lava. Ik heb lava gevonden. Yay. Oké. Okay. Even een schoffel maken. Een schoffel? Een schavuit. Ik heb wel op zich wel coole ideeën. Ik denk een hobbit hole maken of zoiets. Ik ga denk ik iets van Lonely Mountain-achtig iets maken ofzo. Of een fort of een onderwaterhuis, weet ik het. Onderwaterhuis lijkt me wel grappig. Zoek even een beter plekje. Tja jongens, laat even achter de comments. Wat moet ik bouwen? Iets van een Lonely Mountain-achtig iets? Of Lonely Mountain. Ja, Lonely Mountain dus. Of wat was het andere ook alweer? Ik ben zo vergeetachtig. Onderwaterhuis, there we go. Jongens, raad eens wat ik heb. Onderwaterhuis. Nee. Oh. Het begint met een I.
Iron. Hé, hey, ik zie daar lava. Hé, wegblijven hier. Zo, ben jij daar dan? Nee, weer zou ik jullie aan je neus gaan, zeker. Wat? Niks. Maar kijk, ik heb op zich wel een leuk idee. Dat is wel leuk, dat als de video's online staan, dan kan degene kijken waar hun wonen. En dan later dingetjes inplannen. Ja, bijvoorbeeld. Ik maak gewoon ook een boot. Ik weet ook niet waarom. Een boot, oké. Okay. Hey, ik heb omdat een het kan. Soort cave omdat system. Het kan, ja. Al die koeien hier. Nou, je kan ik in ieder geval gaan minen. Crafting table. Nou, even gaan minen dan. Zo. Warning, ground items will be removed in 1 minute. Ja, wat is dat in godsnaam? Dan gaan alle entities. Melvin heeft die plugins erin gezet, dus. Die zwevende objecten, zoals dit nu, dat zie je op mijn scherm. Als je leather op de grond gooit, dan verdwijnt dat in 1 minuut. Oh, dat. Oké. Okay. Jongens, ik heb al kool gevonden. I am going good. Ja, gaat wel lekker, ja. Oké, niet. Oké, godverdamme. Ik zie een koe op een boom die staat gewoon voor zich uit te staren. Oh my god. Hier ga ik hele leuke editing kutjes mee hebben. Nee, oké. Okay. My god. Oh mijn god. Let's put it op je woorden. Jezus. Zo, ik heb al kool, ik heb al eten. Yeah. Oh my god. Ik wil nog wel verder, maar oké, nou maar. Ik heb even wat steen nodig. Fijn. Oh, ik heb al een furnace. Oh ja. Furnace erbij. Huppakee. Ik ben aan level 2. Ik heb al dik veel eten. Ik heb al 2 iron. Ik ga lekker. Even kijken. Daar. Ik ben een furnace maken. Even kijken. Ik heb dit echt gemist. De Minecraft Basics en zo. Wat? Wat deze zijn het? Wat, de Minecraft Basics? Dat is dit. Gewoon de bare to the bone Minecraft. Weet je wel, gewoon woef verzamelen en eten verzamelen. Dat soort shit. Ja, ja, ik ga even wat eten. Ik heb geen furnace. Ik kan echt niet wachten om jullie falende perspectief te gaan bekijken, serieus. Ja, voor mij vooral, denk ik. Nou, eerder voor Jorri, want Jorri faalt gewoon in Minecraft. I back. Het is waar, zeg maar. Anders mensen, laat allemaal even dislikes achter op zijn video. Dat is niet lief, nee. Mensen, alsjeblieft niet doen. Mensen iedereen wel houdt doen. Van Ronald. Nee, mensen niet doen. Ronald is gewoon een baas. Ja, jongen. Ja. Het is gewoon. One en dat zeggen jullie terwijl ik mijn huis niet meer kan vinden. Dat is erg. Oh, nee, het is hierboven. Ja, je ja gaat het was hier wel. Achter, misschien ga ik de Rage Minimap wel installeren. Ik denk. Zoals je op mijn beeldscherm nu ziet. De schaduwen beginnen echt te zetten. Dus het wordt als het goed is avond nu. Oh ja, joh. Ja, ja dat was het. En ik heb al een huis. Ik heb nog niks. Ik zal maar eens even denken. En dat vind je, gek. Kut koe. Zoiets. Hey. Niet zo schelden, hè? Niet zo schelden, hè? Dacht van wel. Nu heb ik zo'n furnace nodig. Dus even hier naartoe lopen. Dan kijken of er open ruimtes zijn. Want zo, ik ben al lekker mijn huis aan het bouwen. Wat is hier? Oeh. Ronald, die kan heel goed zingen, zeg. Ja, Ronald. Oh God. Echt een zangtalent gewoon. Ja, joh. Kregen we dat weer. Ja. Jouw kijkers hebben niks beters te doen. Je hebt ook niks beters te uploaden dan die shit. Jawel. Yo. Oh, oeps. Zoals? Assassin's Creed. Okay. Dat je al in geen jaar meer hebt gespeeld, maar worden erg mooi. Ik moet het alleen nog bewerken. Ja, yeah, doet. Ik heb alles opgenomen, alleen moet nog bewerken. Totally, doet. Ja, serieus, ik kan het je laten zien. Dat is verschil dus. Jongens, ik heb een deur. Deur, mother of God. Ik heb een huis. En dit is boss. Ik vind het fijn dat er zoveel mobs spawnen in deze wereld. What the fuck? Ik ja, die mine niet zo gewoon schelden. Ronald. Die altijd doorgaan. Wie de baal kaat kan het terugverwachten. There we go.
Jordy, Ronald, Jordy. Mag ik je kicken? Haha. Donut this is movies. My chest. Mensen, kennen jullie het kanaal Donut Movies al? Oh my god. Hij heeft er 500 abonnees. Ja. Respect. Grootste Lego kanaal van Nederland. Yeah, boy. Nou, op zich wel iets. Heel grappig, jongen. Op zich wel iets. Dus, we weten nu allemaal wel hoe jij in Minecraft bent gekomen. Waarom je dat zo leuk vindt. Ja, oh, met Minecraft nou, wat een hint, hè. Donut. Movies. Ja. Ik ga varen, ik weet ook niet waarom. Heb je dit ding nog? Nee, je hebt de nieuwe Peaceful staan. Oké, even checken. Holy. Aha, ja. Goddammit, even kijken. Oh, dit is echt fucking episch. Fucking hell. Kan je charcoal ook maken uit... Woodplanks? Nee, failure. Wat andere soort wood? Failure. Ja, tuurlijk. Okay. Kut, wat denk je kut, nou ik ben mijn boot kwijt. Oh mijn god, jongens, kijk, daar moet ik mee werken. Even kijken. Oké, wel wat kijk, met hem moet ik nou samenwerken, hè? Mijn volgende move wordt die kant op. Oké, ik wil absoluut geen hints geven. Het noorden. Fout. Ah, oké. Fucking jou. Jordi. Weet je wat, misschien ga ik vannacht zelfs wat trekken, ik denk het wel. Ja, ander onderwerp. Jezus, we vallen jullie zo even verkeerd op. Hey, my god. Wauw. Wauw, serieus, wauw. Maar de combo ook gewoon. De combo's, ja, echt. Vannacht en trekken. Is dat... Oh, wow. Nee. Ronald toch. Wauw. Er is een vijand dichtbij. En hij is uit mijn radar. Uit je radar. Joh, die zit gewoon in het hele keer. Waarom maken ze weer zo'n opmerking? Serieus. Wat heb je eigenlijk allemaal? Ik? Oh, ik heb al bijna full iron. Wat? Kut. Huh? Er vliegt een spin net. Ah, Eureka. Leuk om te zien. Oh. Lol, 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 lol. Dat was waarschijnlijk een hele hoge audio peak. Nee, whatever. Ik hoor zombies. Jongens, I have ze bijna full iron armor. Echt, ik probeer. Ik ga nou net even mijn eten koken en jij al full armor. Ik heb al lang eten, man. Waar waren jullie lopen dik achter? Nou, ik heb ook best wel veel eten. Maar... Ja, ho, ik ook. YOLO. Ik heb serieus al iets van een iron chestplate, leggings en iron sword en shit. Ik heb een leather tunic. Dat is al veel je nummer 1. Dat moet je ten eerste al niet gebruiken, want dat moet je puur gebruiken voor Z. Poeken. Yes. Indubitably. En heb ik nou net iron weggegooid? Wat de fuck was dat nou dan? Fuck yes. Ik heb nog wel 7 plus 2, maar ik zou toch zweren dat ik hier een stuk meer had gemeen. Ik ga later leven op een andere voedselbron. Lol. Ik wil het niet weten. Serieus, ik wil het niet weten. En dat is dan natuurlijk. Zeg, hebben jullie het een beetje gezellig daar met elkaar? Want op Ronald. Ja, Ronald is gewoon om op te eten. Oh my god. Hebben jullie het een beetje gezellig daar, als ik vragen mag? Zullen we een einde aan deze episode maken? Weet je hoe lang wij aan het opnemen zijn? Want nog ineens 10 minuutjes volgens mij. Oh. Ik heb by the way een boss cave system gevonden, dus ja. Ah! Lol, cats. Lol, lol. Lol, 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 cats. Maar goed, ja, van mij part... Nee, nog niet, nog niet. Nog geen einde hier aan maken. Wat hier nog meer? Hé, hey, kijk, nog meer iron. 14 iron al. 16 iron. Oh mijn god, ik word heen en weer geschoten door... 18 aaien. Mijn nieren zegt nog 4 voor mijn neus. Oh, episch gevecht hier zo. Auw. Oh mijn god, waar komen al die skeletons vandaan? Hé, hey, kijk, nog meer aaien, jongens. Oh, nog meer aaien. Oh god.
Oh, kijk, iron, jongens. Echt, er spannen24 skeletons. iron. Hey, jongens, wat moet ik doen met 24 iron? Mag ik een hint? Doneren aan mij. Doneer het. Doneer het naar de kijkers. Doe een giveaway. Kotjes. Zo, iron opsmelten. Even kijken. Ga even een pickaxe maken. Nog dit erin. Nou, ga ik even koolmijnen. Zo. Nou, wat voor items hebben jullie? Stront, modder en hout. En ik ben gewoon dat dikke rijk. Allemaal diamonds en alles al bijna. Oké. Lukt het Ronald? Au. Wat is die kill in godsnaam aan het doen daar? Wie? Karel. Jeroen. Peter. Dat is mijn naam. Zo, oh, hallo, Einstein. Peter. Oh, leuk. Hallo. Hallo, Harry. Kareltje was het toch? Oh, kijk, nog meer iron. Hallo. Echt, jongen, ik heb al... Oh, ik heb nog nooit zoveel iron gevonden, serieus. Ik heb gewoon al iets van, wat, 25, 30 iron of zoiets? Mijn god. Dan zit het nog gewoon in oertijd. Dat ga ik er echt uitknippen. Wat? Jouw epische lach. Episch. Wie heeft dat voor überhaupt bedacht? Episch. Maar weet je wat, jongens, we gaan er hoe een einde aan breien. Hoe kan een zombie een blokje dirt vasthouden? Yo, dat is dus 1.4, maar whatever. Maar wij gaan er hier een einde aan breien, want ik heb zojuist nog meer iron gevonden. Ja, en dan klik even op het groene duimpje als je meer wilt. Oh, nog meer iron! Ja. En dan abonneer ook nog even op mijn kanaal in de kanalen in de beschrijving. En hetzelfde geldt voor mij. En hetzelfde geldt voor mij. En dan zien we jullie later. Ja, later mensen.